Goedendag dames en heren en welkom weer. Vandaag gaan we een beetje nieuw gras inzaaien. En dat doen we een beetje op een ouderwetse manier. Met een Lely zaaivrees. Hou in Vlin wat vaker gedaan. Bij een vorige loonwerker. En dat werkt ook hartstikke goed. En als je toch je grond een beetje los wilt hebben. Nieuw in wil zaaien en niet door wil zaaien en niet wil ploegen en dergelijke, dan werkt de zaaivrees perfect. Alleen, het is wel ontzettend veel werk en duurt lang. Dus. Dus het is een overtopvrees heet dat al en die vrees die draait achteruit in plaats van vooruit. Een normale vrees die draait voorover, deze draait achterover en daardoor krijg je wat minder pollen. Maar je krijgt sowieso wat pollen, daar doe je niks aan. Zometeen even met de wederrol eroverheen en dan wordt het aanmerkelijk beter. En sproeien. Maar goed, het regent niet, dus je moet wat. Dit stuk heb ik doorgespoten met uiteraard met glyfosaat. Je kunt zien dat ik hier had ik nog niet voldoende vloeistof in de spuit. Ik had de spuit schoongemaakt, glyfosaat erin gedaan, toch wel even laten spuiten. Maar nou ja, toch een strookje wat niet door is gegaan. Maar dit weetje, dat was gewoon helemaal af, zeg maar. Dat was alleen maar onkruid nog maar. Dus nou ja, de keuze gemaakt om gewoon even opnieuw in te zaaien. Het is niet aan, het moet gewoon even gebeuren. Nou, ik zet jullie de camera even ergens hier neer. Dan kun je mooi kijken hoe dat gaat. En tot later.
Nou, wat je net op de dronebeeld zag, de ringinstallatie doet het weer. Ja, ontzettend triest gezicht, maar ja, het is niet anders. Het is nog wel een beetje donker. En het is ook het is avond en het is nu ook windstil. Zoals je op de dronebeelden zag, woon ik hier midden tussen de burgers. Mijn stal staat daar. Daar. En je kunt zien, het is aan mijn sigaret, het is praktisch windstil. Nou ja, en ik heb daar buren en ik heb daar buren. Dus, en als het hard waait, dan waait al die waternevel waait over die woningen heen. En die woningen die zijn allemaal redelijk wit. En ik heb hier vrij veel ijzer in het water, in het grondwater, dan wordt alles bruin. Dus, vandaar dat ik het nu hem doe. Ik laat hem nu niet oprollen. Dus als je vanmorgen hebt gezien met frezen, het is hier ontzettend droog. Dus een beetje water is niet verkeerd. En, hij moet vannacht maar eens draaien en dan laat ik hem morgen in de loop van de dag een keer oprollen. Of in de loop van de ochtend een keer. Ja, nou ja, het is ontzettend sneeuwwerk. Regen is makkelijker, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, maar goed, dat zijn wij tegenwoordig allemaal aan het doen. En even kijken of ik hier veilig sta. Ja. Ik sta hier heel veilig. Nou. Maar goed, dus dat zijn we allemaal aan het doen. Voor nu zou ik zeggen, like, reageer en abonneer voor meer. Volg mij uiteraard op Facebook en Instagram. En let's make farming great again. Oké, dus even gekalfd. 97,50. Dus dat gaat nu door het leven als nummer 39. Kalfje staat ernaast. Stierkalfje, helemaal alleen gekalfd. Precies zoals je dat graag hebben wil.